Een auto op de Frank van der Goestraat is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan. De brandweer kreeg rond 14:15 de eerste melding over de brand. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken. Het is de tweede autobrand in een week tijd in Krabhof. In de nacht van zondag op maandag vloog in de wijk al een aanhanger in brand.